Yo Mafketels, even een updateje en info. Er gaat niks veranderen voor de rest van de meeting, maar ik wil gewoon eventjes zeker zijn dat iedereen deze info weet, vooral in verband met COVID-19/corona. We gaan daar bij de meet om 11 uur meeten. Mocht het zo zijn dat het druk is op de meet, zie je mij al bij de bocht staan bij het expo parkeerplaatsje. Dat is letterlijk rechts van waar je naar links zou moeten naar de meet, dus dat kan je niet missen. Afijn, er is een tankstation als je doorrijdt, maar check sowieso Google Maps van tevoren dat je getankt hebt of in ieder geval zo vol mogelijk zit als je daar uiteindelijk staat bij de meet. Ander punt, COVID. We staan daar maar een half uur. Ik ga niet langer wachten en ik ga denk ik iets eerder dan 11 uur daar natuurlijk wel zijn. Wees uitgeladen of sta klaar. En als advies, gezien we natuurlijk niet ook nog mondkapjes of wat zo even kunnen dragen, hou alsjeblieft gewoon voor de regels, wat je er ook van vindt, die 1,5 meter afstand. Zorg ervoor dat je gewoon kan laten zien, want er komt sowieso politie, dat je je eraan houdt. Riskeer die boete niet en hou voor de veiligheid gewoon je helm op. Dan heb je geen gezeik, je hebt toch iets voor je mond, mits je een jethelm hebt, maar goed, afijn. Probeer gewoon zoveel mogelijk na te denken en hou alsjeblieft je helm op. Kunnen wij in ieder geval laten zien aan zowel de gemeente als de overheidsinstanties dat we erover nadenken en kunnen we op een veilige manier de meeting houden. We rijden dus 11:30 weg en vervolgens kunnen we 44 kilometer, meen ik, rijden naar de pauzelocatie. Na de pauzelocatie is direct een tankstation op, nou ik denk 1,5 kilometer afstand. Dus zorg ervoor dat je dat stuk sowieso kan rijden. Daar kan je E5 tanken. Voor de pauzelocatie kan je E10 tanken. Als laatste, de pauzelocatie is een McDonald's. En het dingetje is dat de McDonald's ten eerste sowieso natuurlijk COVID-regels heeft. Maar daarnaast het waarschijnlijk al druk heeft. Of nou ja, misschien in ieder geval niet onze hele groep aan kan. Wees dus eigenlijk voorbereid en maak iets van lunch en drinken mee. Dat is een hele goede zin. Maar neem in ieder geval wat mee dat als we pauze houden en je ziet dat het knijter druk is, dat je gewoon kan lunchen en wat kan drinken. Ik kan daar helaas niet voor zorgen. Ik weet natuurlijk ook niet hoeveel mensen er zullen zijn. Misschien dat we voortaan een soort van rally-idee hebben waarbij we aanmeldingen doen. Maar afijn, neem dus iets van lunch en drinken mee. Dan weet je in ieder geval zeker dat je niet zal verhongeren tijdens de rit. Dus het komt wat dat betreft allemaal goed. Maar denk alsjeblieft dus na. Hopelijk zie ik je zondag en later!